Voetballers op deskundige wijze het voetbalgebeuren bijbrengen is onder andere het doel van de opleiding World Coach Beyond Football. Deze training is onlangs verzorgd aan medewerkers van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. KNVB die heeft de methode opgezet van World Coaches, zoals de heer Jaarling zei, Beyond Football. Dus het is belangrijk om talentontwikkeling in te zetten om de jongeren te vormen en ze life skills bij te brengen. En we zeggen op het moment dat ze iets doen wat ze leuk vinden, heb je meer ruimte om ze die dingen aan te leren. En vandaar dat we de life skills gelijk meenemen binnen voetbaltrainingen. We horen life skills. Wat wordt er allemaal toegepast om life skills samen te mengen met het voetbalgebeuren? Dus er worden verschillende werkvormen toegepast. In de trainingen zijn we vooral met de cursisten aan het kijken welke dingen kunnen zij gebruiken. Dus als er een sociaal-maatschappelijk issue speelt en dat merken ze binnen hun team, hoe kunnen zij het beste aanpakken? Ze kunnen verschillende rollen aannemen, die van de opvoeder, die van de voorlichter, maar ook als vertrouwenspersoon of doorverwijzen. Want in die end zijn ze natuurlijk gewoon voetbalcoaches en de dingen die hun pet te boven gaat moeten ze aan deskundigen overlaten. Maar wel de contacten kunnen leggen met andere organisaties om hun jongeren te versterken, daar is waar het om gaat. De trainer World Coach houdt in. Het is World Coach Beyond Voetbal. Dat houdt in dat de cursisten opgeleid worden om de voetballers op deskundige wijze het voetbalgebeuren bij te brengen. En de cursisten die gaan daarbij het voetballen gebruiken om de jeugdigen ook levensvaardigheden bij te brengen. Zodat ze straks als volwassenen die levensvaardigheden die ze meekrijgen qua hygiëne, educatie, mee kunnen nemen naar de maatschappij. Het moet gezegd worden dat de minister van Sport en Jeugdzaken een beroep gedaan heeft op de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond voor de ondersteuning om de sportleiders van het ministerie van ons een basis voetbalcursus, de World Coach cursus te laten volgen in verband met het aanleggen van de verschillende minikunstgrasvelden in Suriname. Hoe ziet zo'n cursus eruit? Nou, op de eerste plaats, we zijn met z'n drie docenten, namelijk mij als voetbaldocent, de heer Burke als assistent voetbaldocent en mevrouw Wendy Dissels, die verzorgt het vak life skills. Het bestaat uit een theorie gedeelte en een praktisch gedeelte, zowel voetbal als life skills. Deze cursisten zijn 6 dagen met ons bezig en per dag maken we 3 uren. 1,5 uur theorie en 1,5 uur praktijk. Deze cursisten worden op de centra van het ministerie van Sport en Jeugdzaken, waar ook om en bij de minikunstgrasvelden liggen, gaan ze op deskundige wijze met de jeugd omgaan in samenspraak met het onderdirectoraat Recreatie en Sport die daarvoor verantwoordelijk is. Laat me vertellen, we zijn met 2 groepen bezig van het ministerie. 1 groep die had de beginopleiding gevolgd, dus zij hebben level 2 gehad. En deze groep is de beginnende groep. Aan het eind van deze cursus kregen ze een officieel certificaat van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond uitgereikt.